Leuk dat je gaat kijken naar een nieuwe aflevering van Kleine Praatjes. Je kan je trouwens abonneren op dit kanaal. Dat wil zeggen dat je op de hoogte blijft van de nieuwe video's die ik ga plaatsen. Dat kan door op de rode knop te klikken. Staat hieronder. Nee, want het zijn gewoon je ouders. Dat ook in bed. Met jou. Het lijkt wel heel erg op elkaar. Van de engste, met die donker, met die vogel. Ja. Zeg. Ja, hoe kan je eens wat over jezelf vertellen? Heb je hobby's en hoeveel jaar ben jij? Nou, ik ben 7,5 en mijn hobby op school is knutselen. Knutselen? En buitenspelen. En buitenspelen. En wat doe je zoal als je buiten gaat spelen? Nou, dan Milan's vriend Jelano, die ja? doet ons dan pakken en dan zit een beetje uit te dagen dat hij ons moet pakken. Oh, oké. Okay. Dus dat klinkt als een heel spannend spelletje. Ja. Een soort ticketje achter. Ja. Weet je wel. Okay. Alleen dan doet hij ons wel slaan, maar net zo, dan maakt niks uit, want het is een spelletje. Ja, En zo, wij zijn er ook mee akkoord. Dus net zo, wij zijn ook wel werelde kinderen dus. Ja, lekker wild. Lekker actief. Okay. Ja. En Evie. Kan je wat over jezelf vertellen? Ik ben 6 jaar en mijn hobby's dat zijn eigenlijk zwemmen en ook een beetje rennen. Rennen? Ja. Dus je vindt het wel lekker leuk om hard te rennen? Ja. Ja? En zwemmen doe je ook, dus, ja. Dus hard zwemmen kan je dan ook? Ja, dus ik zit eigenlijk wel op zwemles. Zit op zwemles? Ja. Oké. Okay. Al lang? Nog niet zo lang. Nog niet zo lang, oké. Okay. Maar je vindt het wel leuk om lekker te zwemmen. Ja. En wat voor soort doe je dan echt al een beetje dat heel snel zwemmen? Nee, dan doe ik onder water duiken, maar ik heb nog geen diploma. Geen diploma, maar dat komt nog. Ik heb A en B. A en B. En C ga je nog voor? Nee. Of sla je gewoon over? Nee, ik heb een paar keer gedaan, maar op een gegeven moment wou ik niet meer. Nee, dus op een gegeven moment. Tijdens een les ben ik gewoon naar huis gegaan, want ik kon het gewoon niet meer. Nee. Dus ik heb A en B, dus dat vind ik genoeg. Ja, nee, je hebt groot gelijk. Een C is helemaal niet nodig, toch? Ja. Maar ik denk dat Evie wel zoiets heeft van ik wil graag A, B en C. Ja. Ja, dat zie ik aan je. Je bent wel echt een fanatieke zwemmer. Maar C is echt heel zwaar, want dan moet je met kleren gaan zwemmen. Is dat zo? Ja. En dan moet je ook onder water gaan duiken met de kleren. Ook eens? Ja. En mijn oom die heeft helemaal geen duik of diploma's. Ja, want maar is dat wel op zwemles? Volgens mij niet. Maar hij kan wel goed, maar hij heeft niet op zwemles gezeten. Oké, okay. Hij is gewoon uit nature, zoals ze dat al zeggen. Hij heeft al gewoon echt talent. Nee. Oké. Okay. Maar ja, zwemles, dat is dus echt iets wat je heel graag doet. Ja. Ja. En is dat rennen, heeft het er dan iets mee te maken? Of vind je dat ook gewoon heel leuk? Nee, maar ik vind het wel leuk om in het water te zwemmen en om heel snel te rennen op het schoolpleintje. Ja, oh, dat is eigenlijk twee totaal verschillende dingen natuurlijk. Maar ik vind het gewoon heel leuk om alle twee te doen. Ja. Oké. Okay. En als je nou uiteindelijk moet gaan kiezen, want je ziet natuurlijk vaak hè, dat mensen heel veel dingen leuk vinden. En uiteindelijk gaan ze kiezen, weet je wat, ik ga alleen maar zwemmen. Of weet je wat, ik ga alleen maar heel hard rennen. Nee, ik ga voor het zwemmen. Je gaat voor het zwemmen. Dat vind je eigenlijk het allerleukste. Ja. En wedstrijd zwemmen. Ja. Ja. En heb je dan ook al stiekem een droom over Olympische Spelen en dat soort dingen? Of denk je er nog even niet over na? Nee. Eerst gewoon even lekker zwemmen. Ja. Maar je vindt het wel superleuk. Nou, dat is leuk. Nou, dat is belangrijk, hè, als je iets leuks vindt. Doe je dat vaak dan zwemmen? Eén keer in de week? Ja, één keer in de week op woensdag. Op woensdag, oké. Okay. Dan ga ik naar zwemles. Ja, uit school en dan zwemles. Ja. Oké, okay. Leuk. Zwem je ook wel eens? Ja. Ja? Nee, zo hier ook in Etten-Leur, want ik heb namelijk een opa. En die is super lief. En zo, dan bel ik hem op en dan vraag ik, wil je met mij een kist maken of zo? Of wil je met me zwemmen? En dan komt hij me gewoon ophalen. Of we komen daarin en we gaan dan gewoon leuke dingen doen. Hartstikke leuk. En zo, de meeste opa's, die kunnen gewoon bijna niks. Maar mijn opa, die kan gewoon echt superveel. Dat is een super opa. Voor de opa's. Dat is echt een super opa. Kan die dan ook dit een vliegtuig bouwen? Nee, alleen maar wel kisten en zo. Ik vind het wel een leuk idee, een vliegtuig bouwen. Ja? Ja. Maar dat is wel te veel werk. Dat is wel veel werk natuurlijk. Maar je hebt ook heel veel hout dan nodig. Ja, dat denk ik het ook al. Ja, als je er zelf in wil.
Ja. Ja. Mijn opa die heeft wel bijna een kwarte of ja, een hoek vol met hout staan en zo. Echt waar? Ja, bijna helemaal achterin. Okay. Staat een hele rij hout. Zo hè. Jij houdt hartstikke veel zwemmen. Jij doet lekker veel met je opa. Lekker knutselen en zo. Ja, wat is het laatste wat je hebt gemaakt met je opa? Eigenlijk een bakje voor. Want ik heb heel veel muntje van 1 en 2. Ja? En die zit nou in mijn spaarpot en zo. En, normaal, en ik had nog een hele lange bak voor mijn stuiterballetjes. Oké. En ik heb er al 2. Dus dan maak je dan een bakje van en dan kan alles kan erin. Ja. Ik vond het superleuk. Ik vond het echt leuk. We hebben veel gesproken en heel veel succes wensen met zwemmen. Maar volgens mij gaat het helemaal goed komen. Ja. High five jou. Als je echt de zwemkampioen wordt, dan zie ik je vast wel op tv. Toch? Ja.